Heren, jullie zijn alle drie voetballer geweest. En jullie, ik wil even naar de beelden van Mark van Bommel. Dus er werd dus echt een extremis, werd een doelpunt gescoord. Wat het hun dus de titel oplevert. En hij is natuurlijk de trainer. En je ziet hem, die goal valt. Al de wereld scoort. Antwerpen kampioen. En je ziet hem en hij weet niet waar hij naartoe moet. Hij zit kijken, maar ja, die spelers gaan ook weg. Ja. Die rennen hem wel voorbij, hè? Hij is niet meer zo snel. Ja. En die wedstrijd, die moest nog uitgespeeld worden natuurlijk. Maar kun je op een of andere manier inleven wat dat door dat lichaam heen gaat bij Van Bommel? Ja, ik denk dat Kevin dat eigenlijk het beste weet. Maar als ik zie hoe hij als trainer, als coming trainer bij PSV eerst omhoog geschreven is, daarna helemaal neergesapeld. En nou bij Antwerp voor het eerst in 66 jaar kampioen wordt, de dubbel, dus de beker ook nog pakt. En dan op zo'n manier, want het was natuurlijk wel echt thriller. Heel spannend, echt een thriller. En dan met zo'n goal van Alderweireld, de wereldgoal. Ja, ik kan me dat wel voorstellen, ja. En dan ben je ook niet meer trainer, dan ben je weer gewoon speler. En dan wil je ergens naartoe. Ja. Meestal draaien ze zich om en dan beginnen ze met die assistenten wat te knuffelen. Maar dit vond ik wel heel, leverde wel een gele kaart op, zag ik. Ja. Geen schorsing, net niet. Ja, fantastisch toch? Ja, zeker. Ja, je hebt natuurlijk veel met hem samengewerkt en gespeeld. Ja, maar goed, dit is natuurlijk ook momenten waarop dat doelpunt valt en wat er allemaal in die tussentijd gebeurd is. Hè. Geen koploper, Union koploper. Ja. Op een gegeven moment was het al een beetje... Kijk, als je dan met 2-0 al voor staat, of je maakt de 2-0 in de 56e minuut, en dan ben je gewoon... Maar dit is gewoon, als je zegt, Mark, weet je, ik denk dat we dat allemaal zijn. De emotie, de spanning, en dan komt er dan allemaal uit. Ik vond het ook heel mooi, Kevin, dat hij na de wedstrijd zei, vorige week, en dan kun je wel zeggen, we hebben nog een kansje en dit en dat. En dan zegt hij... Je gaat naar huis en je denkt, dat is het. Ja. Een deceptie, à la 2014. De eerste dag na de training, ja, dan doet het nog allemaal pijn tussen je oren en je ledematen. Dan gaat er al iets. Maar hij zei, ja, je gelooft er niet 100% in dat het nog gaat lukken. Je zegt het wel, maar je meent het eigenlijk niet. Maar ja, dat vond ik al eerlijk. Ja, maar dat komt ook omdat je op zoek gaat van hoe gaan we dat nu voor elkaar krijgen. Want hij gaf het terecht aan. Die jongens zitten er mentaal doorheen. Zelf als trainer ook. Die krijgt toch weer een zware opgave, een uitwedstrijd. Ja. Je weet dat er nog 3 van de 4 meedoen voor het kampioenschap, waarvan je zelf eentje bent. Ja, dat is echt een lange week, hè? En dan gaat echt zoveel door je hoofd. Ik denk de laatste zin is, Kevin, jongens, het kan niet zo zijn dat wij dadelijk winnen of gelijk spelen. Dat we zeggen winnen en dat het dan aan ons ligt. Net zoals Bayern München en Dortmoed de week ervoor. Ja, ja. Ga er gewoon dus ik in. Denk, ja, precies. Dat is de motivatie, dat is de focus. Ja, dit was te gek natuurlijk. Ja, zeker. Maar hij vergeleek dat met de WK-finale in 2010. Ja. Dat die pijn althans. En aan de andere kant zegt hij ook, dit was ergens misschien wel een van de allermooiste sportmomenten in een carrière. Ja, dat snap ik. Dat hebben we goed net al benoemd. Weet je, natuurlijk zoveel meegemaakt bij PSV, upcoming, daarna Marisol terecht zijn neergesabeld. Ik heb met hem gewerkt bij Oorlogsburg. Vind ik ook onterecht aan ook de kant gezet. Ja, ja, precies. Ook de kans niet gekregen. En dan vind ik het knap van Mark Overmars die hem binnenhaalt. Nou goed, er staat een goede groep. Die moeten we niet vergeten. En ik heb nog even aan onze collega Patrick Delair gedacht. Jammer. Nee. Schenk, hè? Jammer, Patrick, sorry. Ja. Ja. Ik weet niet of hij al buiten is geweest vandaag. Ja. Dat was een tegenvaller. Ja, Genk had zich ook anders voorgesteld. Maar ik vond het fantastisch. Ook die wisselwerking tussen de standen. Je ziet die sfeer bij Union, die supporters. Een beetje HSV, hè, vorige week. Ja. Die stonden al, die hadden de rode neus al op. Ja. Ja. En dan vervolgens in één keer, dat is het mooiste aan voetbal. Die totale tegengestelde emotie. Als je daar zelf geen onderdeel van bent. Dan als je aan dit met de kansen. Ja. 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 Dat is ook mooi aan de play-offs gewoon in Nederland, natuurlijk. Ja, maar wij kennen... Jullie kennen hem beter, maar van de buitenkant dan is hij altijd in control en een beheerste sportieve man. En als je hem na afloop van die wedstrijd ziet, hij knuffelt werkelijk echt iedereen. De materiaalman, iedereen vliegt in. Je hoeft ook geen rem op. We hebben een keer samen op de Vrijthof gestaan, of all places. Kevin aan een biertje, ik aan een biertje, sigaretje erbij. Mark aan de spa, Sander drinkt sowieso, Boudewijn drinkt sowieso niet. Maar ik heb bij Mark ook altijd het gevoel dat hij rekening houdt met zijn omgeving in die zin. De verkeerde foto, het verkeerde moment, weet ik veel wat. Ja. En nu kun je gewoon echt 100% jezelf schijnen. Scheid aan iedereen. Ik heb de beker, ik ben landskampioen. Overmars ook nog op een standbeeldje, een heel klein standbeeldje gezet. Of een hele grote en dan, dan moet je gewoon losgaan. Nou ja, dat zijn de kanten van Mark. Zowel de introvert als de extravert. Ja, maar het is toch ook wel een keer extra. Ik ook. Ja. Want dat doet hij te weinig, wat mij betreft. Ja, mag hij vaker doen. Maar achter de gesloten deuren doet hij dat toch wel, hè? Het is gewoon een hele warme... wat ik hoor, althans. Nee, maar dat is ook zo. Maar ik ken Mark natuurlijk al langer. Mark is natuurlijk... Dat hebben we allemaal. Op het moment dat je eens mee bezig bent, ben je serieus. Ja. Maar er worden tussendoor ook grappen gemaakt, weet je. Er wordt ook even lekker relaxed en ook gezegd van... jongens, nu is even alles aan de kant. Weet je, ouwe hoeren. Ja. Maar het wordt van jou misschien ook wel. Is van jou. Maar mogen jullie wat losser zijn? Maar
Kijk, uiteindelijk ben je een winnaar en je staat daar en je bent gefocust op het doel met elkaar. Mark beschreef het geloof ik zelf al, even een moeilijke periode gehad. Hè? Natuurlijk die overval, dreigementen. Nou, aan de voorkant al, ik ken Mark ook wel redelijk goed, bewijsdrang in een goede manier. Ja, en dan komt dat ook tot uiting nu en terecht, weet je. Ja. Hij trekt zeg maar een beetje een lange neus naar anderen en hij heeft gewoon echt kwaliteiten. Ja. Nogmaals, ik heb er van dichtbij mee mogen maken en hij is echt een fantastisch persoon. Hij kan ook wel eens de botte bijl erin gooien, maar dat hoort erbij. En dat is precies, mensen hebben van mij ook een beeld, dat hebben we allemaal. Van jou ook een vooroordeel, ik ben altijd boos. Ik noemde het net al. Wil je even bevestigen, je bent niet altijd boos, toch? Nee, ik ben eigenlijk weet je, ik ben echt zelden boos. Ja, maar je kunt ook niet voor de camera staan en de Pieper de Kluin uithangen. Dat gaat natuurlijk ook niet. Er zijn er die dat wel doen en dat wordt dan, zeg maar, dat vinden ze leuk. Op het moment dat die serieus gaan denken, ja, die is nagemaakt. Ja, speel een rol. Ja, dus precies. Dat heb je altijd. Ja, je moet jezelf zijn, zeg je. Dat vind ik wel absoluut met je eens. Altijd.